Jozef Vida, gefeliciteerd. Het nummer 4 komt op bezoek en dan win je gewoon even met 5-0. Wat een ongekende luxe. Ja, klopt. Wij hebben gestreden gewoon de hele wedstrijd en wij verdienen het gewoon te winnen. Daarom is het 5-0. Ja, je houdt dus ook nog eens de nul. Hoe belangrijk is dat als verdediger? Ja, tuurlijk is het belangrijk, omdat de hele seizoen ging niet gewoon goed. Maar de laatste wedstrijden, dat zie je gewoon gelijk dat wij spelen als één team. En daarom hebben wij nul gehouden vandaag. Speelde je dan de eerste seizoen zelf dus misschien minder als een team? Of waren er misschien patronen die er nog niet helemaal ingeslepen waren? Ja, na de winterstop, wij hebben gewoon gezegd dat wij moeten gewoon strijden en gewoon samenspelen. Omdat soms zag je in de wedstrijd dat iemand wil gewoon voor zichzelf spelen. En nu zie je dat wij spelen als een team en daarom halen we veel punten en ook nul gehouden vandaag. Ja, je houdt dan ook nog eens de nul op een positie die voor jou niet helemaal natuurlijk aanvoelt, waarschijnlijk op linksback. Wat vind je daarvan? Nee, ik heb vorige seizoen bij Almere gespeeld, linksback, en ook bij PEC gespeeld. Is wel een andere positie, die moet ik nu spelen, maar voor mij maakt niet uit. Belangrijk dat ik speel en dat wij winnen. Hebben jullie in de kleedkamer al een kijkje op de ranglijst genomen? Ik nog niet, maar sommige spelers wel. Nou goed, je staat nu 3 punten achter op de nummer 6, dus dat biedt perspectief, denk ik zo. Ja, dat is wel mooi en wij moeten gewoon zo doorstrijden. En volgende week Sparta uit en die moeten we ook pakken. Ja, volgende week Sparta uit, zeg je net al. En jullie missen nog een aantal spelers destijds. Hoe gaan jullie het opvangen? Ja, wij hebben kwaliteit in de ploeg en verder gaan we wel missen, maar wij moeten gewoon doorgaan en één wedstrijd zonder hem en wij moeten gewoon strijden. Nou ja, volgens mij heeft Okita net een hattrick gemaakt, dus doelpunten maken jullie genoeg, denk ik. Ja, sowieso. Ja, het is belangrijk voor hem sowieso en ook voor ons. Zo, alleen maar positieve dingen. Misschien een keertje een doelpuntje voor jou nog erbij? Ja, moet wel. Ik heb alleen maar 2, zo moet minimaal nog 2 binnen. Dankjewel, succes verder. Jack, de nummer 4 komt op bezoek. Dan denk je vooraf, dat wordt een eindje natuurlijk. Nou ja, ik had wel de verwachting dat we de wedstrijd zouden winnen, om eerlijk te zijn. En in de keukenkampioendivisie is dit jaar het verschil. De onderlinge verschillen zijn niet zo heel groot. Twente lijkt er nu bovenuit te steken. Maar de wedstrijden die we achter de rug hebben, is ook gebleken dat het alle kanten op kan. En wij zitten in een goede periode. Den Bosch zit in een wat mindere periode. En dan moet je zorgen dat je dat vasthoudt en dat je daarvan profiteert. Nou ja, jullie waren ook wel echt ontzettend effectief vandaag, moet ik zeggen. Hebben jullie daar nog extra op getraind? Nee, kijk, dat is vaak vertrouwen wat bij spelers krijgt. En doordat je in een goede reeks zit. En ik kan wel gaan roepen dat we dat getraind hebben. Kijk, je traint om spelers een goed gevoel te geven. Op afwerken, op positiespel. Eigenlijk op alles wat je door de week tegenkomt. En het gaat er alleen om. Kijk, we hadden de intentie om die wedstrijd hoog druk te zetten en in ieder geval Den Bosch niet aan het voetbal te laten komen. En buiten de eerste 7-8 minuten hadden we daar heel eventjes moeite mee. Maar je ziet eigenlijk het eerste moment dat je goed druk zet, dwing je in ieder geval Den Bosch fouten te maken en maak je de 1-0. Nou, de 2-0 ontstond eigenlijk ook uit een situatie waarop je druk durft door te zetten. Verover je die bal en schiet je 2-0 binnen. En daarmee was wel de trend in de wedstrijd gezet en hadden wij wat we graag wilden. Ja, dat hoge druk zetten, daar speelde volgens mij Daishimi ook wel een prominente rol in. Nu zullen weinig mensen vooraf gedacht hebben dat je die op 10 ging zetten. Waarom heb je daarvoor gekozen? Ja, nou ja, goed, dat is dan het voordeel van besloten trainen. Maar we wilden vanuit die positie diepgang hebben. Want met Verdi hebben we natuurlijk een sterke spits waar mensen omheen moeten bewegen. Nou, we hebben de laatste weken natuurlijk Randy die terug is, die heeft diepgang en Okita is diepgang. Maar een tegenstander heeft altijd moeite met spelers die diep lopen. Dan moet er toch iets gebeuren, dan moet er in de organisatie gecoacht worden. En daar willen we dus mee creëren dat we vooral de ruimtes krijgen overal. Dat pakt dan vooral goed uit met de goal die hij natuurlijk maakt. En had Den Bosch daar volgens mij wel moeite mee. Want ik heb hun aanvuurder in het eerste half uur 3 of 4 keer naar de zijkant zien gaan. En vragen hoe dat ze het op moest lossen. Ja, het pakt inderdaad wat je zegt heel goed uit. Maar waarom kies je dan voor Daishimi en bijvoorbeeld niet Sabak die ook op die positie kan spelen? Nee, maar Paulo is meer een jongen die in de bal komt en de bal aan de voet wil hebben. En Mike is gewoon een jongen met snelheid in de diepte. Heeft het goed gedaan de laatste weken. Ook op training, scoort makkelijk. En dan ga je de afweging maken en dan blijkt dat hij zelf ook dat hij vindt dat hij daar kan spelen. Dus dan is 1-1-2.
Ja, hij heeft zelf ook aangegeven, ik wil wel een keertje het middenveld proberen. Nee, maar wij praten met spelers en vanuit die gesprekken is ook wel een voordeel dat hij wel vaker op 10 gespeeld heeft. Eigenlijk kan hij overal voorin spelen. En, ja, spelers zijn ook vaak slim als ze zien dat een positie 10 vrijkomt. Dan zeggen ze ook heel snel dat ze daar kunnen gaan spelen. Dus, maar voor ons was het belangrijkste dat hij de diepte pakt. Dat hij opportunistisch speelt. Dat hij over Verdi heen duikt. Ja, en dat hij de laatste linie van de tegenpartij in ieder geval het aan het denken gaat zetten. Ja, over die personele wisselingen gesproken. Je mist volgende week Romani en Verdi. Dat zijn dus op dit moment wel de twee beschikbare spitsen in je selectie. Heb je al een beetje een idee hoe je dat op wil vangen? Dat idee hebben we en daarom hebben we ook vandaag al Anthony Moussaba op de bank gehad van onder 19. Hij is een vergelijkbare speler met Okita, in ieder geval snelheid, diepgang en een echte rechtsbuiten. Nou, dan weet je dat we in ieder geval daar een extra aanvaller toevoegen en hoe de rest op gaan lossen, dat weten wij al wel, maar dat gaan jullie volgende week zien. Deze vragen kun je natuurlijk verwachten, maar hoe is het met Anas Achebar? Klopt hij inmiddels alweer op de deur? En zeker met oog op Sparta, is dat een optie? Nou, we hebben met Ennis bepaalde afspraken gemaakt. En als hij daaraan voldoet, dan kan hij weer bij de selectie. En voorlopig is dat nog niet aan de orde, dus dat is voor Sparta geen optie. Voor Sparta nog geen optie dus? Nee. Dankjewel, succes in ieder geval.